Daar ben ik weer, nu met take 101, denk ik. Zo langzamerhand, ik hoop dat er nu niemand meer tussendoor komt om te storen. En hoop ik dat ik in één keer deze unboxing kan neerzetten. Het is een unboxing van Notino. Ik kende het niet. Ik spaar miniatuur parfumflesjes. En ik kreeg van Stephanie een link met deze 12 miniatuur parfumflesjes adventskalender. Echt zo vet gaaf. Nou, die ga ik natuurlijk voor jullie unboxen. Wil je hem ook hebben? Hij is op dit moment niet op voorraad, helaas. Maar misschien dat je een e-mailadres kan invoeren dat hij, als hij weer op voorraad is, dat je een berichtje krijgt. Dat weet ik niet. Zo ziet hij er van binnen uit. En wat ik heel gaaf vind en heel handig vind, ze hebben hier een gaatje gemaakt. Zodat je de eerste er heel makkelijk uit kan halen. En dan hebben ze ook nog achter van die dingetjes. Zodat je heel makkelijk de doosjes kan openmaken. Nou echt, alsof ze het voor mij gemaakt hebben gewoon. De eerste, 7 ml Good Girl Carolina Herrera. Even kijken of die een beetje scherp wil stellen. Die kennen we allemaal, hè. Deze heb ik al wel. Het zijn die mooie pumps. Ik vind ze zo gaaf. Dit is de blauwe. Dus deze heb ik, maar dat maakt niet uit. Ik vind deze echt zo vet cool. Dus dat is nummer 1. Dat is een goed begin. Dat is een heel goed begin. We gaan naar nummer 2. Nummer 2 is een klein doosje. Even op zoek naar dat lipje. Echt fantastisch. En dan hebben we hier een heel schattig klein doosje van Chloé. 5 ml is dit. Dit is de, hoe heet deze? Low de Parfum Intense. We gaan het flesje er even uithalen. Echt roerig aan. Vrij basic. Maar onwijs leuk. Onwijs schattig. Zo leuk klein. Ik hou daarvan. Dan gaan we kijken wat er in nummertje 3 zit. Dat is weer een wat groter doosje. Lipje. Tada. Dit is Signorina Ribella. Het zegt mij niks. Dat is wel onwijs leuk dat er eentje in zit. Een merk wat ik dus niet ken. Absoluut niet ken. Hoeveel milliliter? 5 milliliter. En ik ben benieuwd. Oh ja, kijk nou. Oh. Laat hem heel houden. Dat zal best leuk zijn. Een onwijs schattig flesje. Echt, deze vind ik echt heel vet. Wat een schatje. Ja, dit vind ik echt heel cool. Echt heel cool. Nou, en die kende ik niet. Dus dat maakt hem extra cool, vind ik. Even kijken, nummertje 4 is weer klein. Klein doosje. Waar zit het lipje? Daar zit het lipje. Dit is My Way van Giorgio Armani. Die ken ik. Heb ik nog niet. Moet ik wel eerlijk zeggen, het flesje heb ik nog niet. Maar ik ken de parfum. Het is bloemig. Hij is redelijk bloemig. En ik vind het flesje echt onwijs. Onwijs leuk. En deze is 7 ml ook. 7 ml. Ho, stap die even terug. Dan gaan we naar nummertje 5. Nummertje 5 is weer groter. Tada. Dit is Nomad van Chloé. Die heeft hoeveel milliliter? 5. 5 ml. Nomad, die is redelijk nieuw. Deze parfum. Ja, het flesje is echt zo gaaf. Hier staat op de voorkant Chloé. En daar staat op dan Nomad. Ik heb deze ooit getest. Ik heb een testetje. En ik dacht, ja, hoe schrijf ik nou een geur? Vond ik wel heel grappig. En dan ga ik dus terug naar mijn verleden. Welke parfums hadden we toen? En zullen veel mensen, in ieder geval, die ongeveer zo zijn als ik, kennen. En het deed me in eerste instantie, de eerste geur die ik rook, deed me denken aan Laura Pausini. Heb je Roma, zo'n flesje. Dat is het eerste wat ik rook.
En later op de dag zwakte ik dat af. En toen vond ik hem veel meer vanilleachtig. Dus veel meer van Cashmere, van Chopin. Chopin. Die. Dus dat vond ik wel heel grappig. Ik denk, oh ja, dat is mijn beleving met de Nomad. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, hoe ga je nou in godsnaam een geur omschrijven, weet je wel? Dat laatste eentje, wat was het? Had ik unboxed. Die zijn weer heel kruidig oosters. Nou, zo zou ik hem niet omschrijven. Ik kom helemaal niet. Ja, dit is, dus die twee geuren vond ik, daar vond ik hem heel erg blij. 6 is weer een lijntje. Op zoek naar het dingetje. En, ach, wat schattig. Oh, wat schattig. Burberry. Dit is Her. Deze ken ik niet. Zo, de geur niet. Oh, wauw. Oh, wauw. Wat een cool flesje. Stelt die scherp. Ergens. Deze echt heel vet. Ik ga ze niet allemaal openmaken om te ruiken en zo. Maar ja, ik vind het doosje ook trouwens heel cool. Maar deze die is nieuw voor mij. Die is echt heel cool. 7 is weer een groter doosje. Het gaat een beetje om en om. 7. Gaan we op zoek naar een blikje. Wat hierin zit. Don & Garry Appetizers. Oh, appeltjes. Deze mini wou ik zo graag hebben. Hoe gaan we nou dit doosje openmaken? Zonder dat ik hem kapot scheur. Zie, ik heb gewoon altijd ruzie met doosjes. Nou, hij is open. En deze heb ik ook in het groot gehad. Oh, hij is echt zo onwijs gaaf. Ja, hier ben ik echt super duper blij mee. Vet dat ik hem eindelijk heb, deze mini. Ja. Definitely blij mee. Nummertje 8. Oh, dat is ook een groot doosje. Dat zei ik net, het is een beetje om en om. Nee dus. Kijk eens. Oh, die ziet er leuk uit. Daisy Wild van Marc Jacobs. Wat een vrolijk, gezellig doosje zeg. En ja hoor, het flesje is net zo gezellig en vrolijk. Moet je nou kijken, wat gaaf. Ik ben helemaal vergeten om de laatste paar te zeggen hoeveel milliliter. Dit is 4 milliliter. Wat een onwijs gaaf flesje. Moet ik zeker al die anderen nog weer even openmaken om te kijken hoeveel milliliter dat is. Echt zo doofus ben ik ook, hè. Ja, een beetje doofus. Wat was dit ook alweer? Oh ja, de Be Delicious is... Zeven milliliter. Dan ga ik er ook meteen mee gooien. 7 milliliter heeft de Be Delicious. En dan hadden we de... Was dat niet de Burberry? De Burberry heeft hoeveel milliliter? 5. Ben ik dan bij? Ik weet niet. Burberry heeft 5 milliliter. Moet ik zeker gaan. Het gaat voor de IC. Ik krijg nog even kijken dan. Nummertje 5. Nomad heeft 5. Ja, dat had ik gezegd. Nomad 5. Ja, dus dat is zover waren. Nou, 8 heb ik ook gehad. Nu 9. Zitten we in 9. Acroban Theme. Echt zo vet. Deze heb ik al wel. Dat dan weer wel. Maar volgens mij zonder doosje. 4 milliliter. Oh nee, ik heb volgens mij de zilveren uitvoering. Dit is een gouden uitvoering. Ik denk dat ik een andere heb. Moet ik zeggen dat ik dat niet helemaal zeker weet.
Maar ik vind ze zo onwijs gaaf. Wat een gaaf flesje. Doet ook veel, hè, een flesje. Gaat op. Nummer 10 is weer een kleintje. 10. Eens kijken wat daarin zit. Weer zo'n schattige Burberry. 5 milliliter. Ja. Cool. Van Burberry. Die vind ik ook. Ik vind het flesje echt heel vet. Super gaaf. Nou, we zijn er bijna, jongens. Dus dit is 10, hè. Dus 11. 11 is ook een kleintje. 11. Waar zit het clipje? 11. Nog een van Chloe. Chloe heeft er 3 in zitten. Ook zo schattig. Dan zie je, wat is de Lode parfum? En dan is het lumineus. Dus die andere was intens en dit is lumineus. Dus het zal ongeveer hetzelfde flesje zijn, denk ik. Alleen een andere parfum. Ja, het is hetzelfde flesje. Maar dan een andere parfum. Dus dat is ook leuk. En dan de laatste. Spannend. Wat zit er in vakje nummer 12? Joehoe. Yves Saint Laurent Black Opium. Oh. Is het nog een speciale? Oh, de parfum Overred. Ja, zeker is het een speciale. Dit is niet de originele standaard Black Opium waar ze mee zijn begonnen, zeg maar. Ziet er onwijs lekker uit. Maar dit is dan de Overred. Oh jongens, dus het flesje is zo groot. Echt zo vet cool. Echt heel erg mooi. Echt, wat is dit? Ik laat hem weer bijna vallen. Echt zo blij mee. Oh Stephanie, zo blij dat jij mij dit hebt doorgegeven, deze link. Ik ben echt zo blij mee. Dit is echt fantastisch gaaf. Echt fantastisch gaaf. Nou, zijn jullie ook zo'n fan van mini parfumflesjes? Sparen jullie ook mini parfumflesjes? Dat is ook leuk. Zijn er meer mensen die zo gek zijn als ik en mini parfumflesjes sparen? Dan is dit wel echt een onwijs leuke kalender, denk ik. Ik weet nu dat ik het volgend jaar enorm in de gaten moet houden. Want deze wil ik volgend jaar absoluut weer. Super blij met deze adventkalender. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Doei doei.